Straks na de ster in de wereld draait door is Babs Assink mijn tafeldame. En praten we met de broers Frits en Bert Barend over de uitspraken van minister Plasterk dat Mein Kampf van Hitler eigenlijk vrij toegankelijk zou moeten zijn. De twee broers zijn het niet met elkaar eens. Zeer zeker niet. Hans de Boy, een zanger van lang geleden zou je denken. Hij raakte in de put, maar hij is weer helemaal terug. We gaan met hem praten. En Tim Akkerman, Kluun en Kees de Bak gaan het hebben over de band die ons 2 dagen in zijn greep zal houden. De Police treedt op in Amsterdam. 2 keer een uitverkochte arena. En Evelien van den Elshout is de Nederlandse Bob Ross. Wat wilt u nog meer? Straks naar de ster. In de wereld draait Babs. Barend, Hans de Boy, Evelien van den Elshout, Kees de Bak, Tim van Direct, Kluun. En mijn tafeldame is Babs Assink. Dit is De Wereld Draait Door. Goedenavond, dit is De Wereld Draait Door van woensdag 12 september. Het kabinet omarmt het advies van de commissie Rinnoy-Kan om concrete maatregelen te treffen tegen het leraar. Ja, Bob Ross is de hypnotiserende krullenbol die in een kwartier een fraai landschapsschilderij schildert. Zo eenvoudig dat iedere kijker denkt, dat kan ik ook. En dat was precies de bedoeling, want hij is al 12 jaar dood, Bob Ross, en zijn industrie is nog steeds bloeiende. En wereldwijd worden er gecertificeerde Bob Ross-instructeurs aangesteld om de fakkel brandend te houden. Eén van die instructeurs, de jongste namelijk, is Evelien van den Elshout uit Nederland. Evelien, welkom. Dank u wel. Je bent al begonnen een half uurtje geleden, een kwartiertje geleden, aan typisch een Bob Ross landschap. We kennen het allemaal. Je kent het toch, Babs, ja, of niet? Ja, absoluut. Het dat is haar ook, geweldig. Dat haar, die krullen. Zullen we even kijken naar Bob Ross? Jouw leermeester, de guru. Je hebt hem nooit ontmoet, maar je werkt helaas voor hem. Ja, absoluut. In bushes there's always little sticks and twigs and limbs and arms that hang out and through here. You can take the knife and just scrape right through the paint. And just allow the canvas to show through. And it looks like all kinds of little sticks and twigs. And just little things that live in there. Ja, het is ook die hypnotiserende stem. Behalve dat je denkt, ja, dat kan ik ook. En wat gaat het snel? Praat hij het ook zo lekker aan elkaar? Moet jij dat ook leren? Niet per se het praten. Maar ik weet wel dat hij in sommige landen alleen op de radio is. Dat meen je niet? Ja. Alleen puur voor zijn stem, omdat hij zo rustig praat. Dat je lekker op je stoel kan zitten. Als een soort slaapmiddel, ja, om in slaap te komen. Ja, dat begrijp ik heel goed. Wat ben je aan het maken? Is dit een vast schilderij of maak je dit nu voor het eerst? Of is dit de 10e keer dat je dit doet? Nou, ik heb dit schilderij op zich wel vaker gemaakt. Maar in principe kan ik elk schilderij maken als je zegt van, nou, ik wil een blauwe lucht, maar hier wil ik geen dennenboom, maar een berkenboom. Dan zet ik geen er een berkenboom probleem in. En geen enkel probleem. Nee, als je een dennenboom wil maken, dan... Ik kan het absoluut niet. Ik vind, maar ik kan jij het is alle doen. Bob Ross even een dennenboom. En praat erbij als Bob Ross. Let's give this tree a happy little friend. Nou, dan heb ik een donkere kleur op mijn kwast. Nou, waar wilt u hem hebben? Daarnaast. Als Bob Ross graag. Als Bob Ross. Ja. Hij noemt altijd de eerste kleur. It's Van Dyke Brown. Nee, geen Van Dyke Brown. Dit keer is het Mountain Mix. Mountain Mix. En dat is een combinatie van... Mountain Mix. Een combinatie van Prussian Blue. Prussian Blue. Alizarin Crimson. Alizarin Crimson. En Van Dyke Brown. Van Dyke Brown. Precies. Nou, dan maak ik eerst het stammetje. Ja, ik herken Bob al meteen in die stam. Ja, die is geweldig. Een stammetje. De meeste mensen... Even Bob. Ga jij door, dan horen we Bob. In bushes there's always little sticks and twigs and limbs and arms that hang out and through here. You can take the knife and just scrape right through the paint. And just allow the canvas to show through. And it looks like all kinds of little sticks and twigs. And just little things that live in there. Hij staat, hè? Hij staat. 10 seconden dennenboom. En à la Bob Ross, hoor. Evelien, want mensen kijken er nog steeds naar. En die denken, dat kan ik ook, dat wil ik ook. Dan kunnen ze bij jou komen en absoluut, dan geef jij ze les. Ja, klopt. Want dat is jouw professie, dat is je werk. Ja, ja, hoeveel leerlingen ja heb je bijvoorbeeld op dit moment? Op dit moment, nou, dat verschilt. Het is niet zo dat mensen bij mij een vervolgworkshop moeten volgen. Het is iemand komt en die vindt het leuk. En als hij het leuk vindt, komt hij nog een keer. En jij geeft elke dag Bob Ross les? Nee, niet elke dag. Op vrijdag en op zaterdag en in de avonduren. Maar als iemand tegen mij zegt ik wil per se op woensdag, dan kan dat ook. Kan dat ook.
En je bent gecertificeerd. Wie heeft uiteindelijk het examen afgenomen? Want het luistert heel nauw, hè? Het moet echt Bob Ross zijn. Ja, het moet wel Bob Ross zijn. Ik heb een opleiding gedaan in Roermond. Daar zit het Europese opleidingscentrum. Dus iedereen die opleidingscentrum? Niet iedereen die uit Europa Bob Ross instructeur wil worden, die komt naar Roermond. Ik zat toen met 4 Nederlanders en 19 mensen uit Europa. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. En dan komt er een leraar overgevlogen vanuit Amerika, die nog van de eerste hand van Bob Ross les heeft gehad. Die heeft Bob Ross nog gekend? Ja. Ja. En die leert je dat dan. En je per dag 3 schilderijen. Hoe duur is het? Als ik het wil hebben. Deze die mag je zo meenemen als die klaar is. Babs, dan moet jij zeggen. Babs wil er nog iets op hebben. Wil je niet een volgende? Ja, die broccolibomen vind ik altijd leuk. Broccolibomen? Die daar linksboven. Zie je daar? Bij de... Ja, die horen niet in dit landschap thuis. Nee, joh. Ik wil hem er best inzetten, maar... Nee, je bent niet... een zwerm vogels of een rare, onweerswolk? Nu nog, daarachter? Nu nog? Ja, dat doet Bob Ross toch altijd? Nou, kijk, wat het bij Bob Ross is je werkt van achter naar voor. Dus je begint met de lucht. Je zet daarna de bergen ervoor. Dus ik kan daar wel een boek inzetten. Kan je hier inzetten. Een dier tekenen? Dieren, daar ben ik niet. Hè? Nee, ik kan er wel een huisje in maken. Kijk hier. Huisje. Die boom daar, links, die maakt hij toch? Ik noem broccoliboom. Ja, dat kan wel, maar die past niet helemaal hierbij. Maar ik kan wel een huisje maken. Zullen we een huisje doen? Ja, we doen een huisje. Doen een huisje. Doen een huisje? Houten hutje. Houten hutje. Houten hutje. Houten hutje. Prima. Houten hutje. Van Dyke Brown. Waar gaan we hem zetten? We gaan hem hier zetten. Aan die kant? Nee, we doen hem hier. Ja? Zie je, het luistert wel. Nee, het luistert wel. Het mag niet zomaar. Bob, kijk mee, hè? We kunnen ook 2 huisjes doen. Ja hoor, prima. Nou, we gaan eerst een beetje verf wegkrassen met de platte kant. Graag. En dat wordt de voorkant van het huisje. Ja. Dat is meer een wolkenkrabber idee, zeg maar. Ja, ik wou hem wat hoger huisje. Wat hoger, ja, prima. Oké, hier komt het huisje. En dit is de voorkant van het huisje. En het huisje heeft ook een zijkant. Dus die komt daarna en die trekt een klein beetje schuin. Die loopt aan die kant wat hoger. Just little things that live in there. Ik stop ermee. Lijkt me heel verstandig. Maak jij het huisje af. We gaan straks aan het eind van de uitzending komen we nog heel even bij je terug. Dan staat er niet alleen een huisje. Er staat in mijn mislukte huisje is ook een mooi huisje geworden. Dat heb jij er gewoon van gemaakt. En hier vliegen wat vogels. Prima, geen Evelien, probleem. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik kijk naar Evelien of het huisje al staat. Evelien, doe eens 1 pasje opzij. Voilà, dat is toch fantastisch. Hey. En ik geef dit schilderij aan Babs, mijn tafeldame van vanavond. Leuk dat je was, leuk dat jullie er waren, jongens. Tot zover deze aflevering van De Wereld Draait Door. Vanavond om 11:55 wordt deze uitzending herhaald. Morgen zijn we er weer, onder andere met Job Cohen, Patrick Lodiers, Midas Dekkers, fluitist Ronald Snijders en Thomas van Luijn. Tot morgen.